hele trip loopt meteen al in het water. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag woensdag 21 juni. Vandaag begint de zomer, langste dag van het jaar. Ik ben om 5 uur opgestaan, want het is vandaag de dag dat ik naar Italië ga. Ik ga zo over 3 minuten naar het station en dan ga ik naar Schiphol. En dan vlieg ik van Schiphol naar Venetië. En ja, dan ga ik morgen een trail lopen als het goed is. Als ik me dan fit genoeg voel, want ik voel me vandaag nog niet echt heel erg fit. Maar we gaan het zien. Ik ga nu even opschieten, muziek uitzetten. Coldplay staat nog steeds op repeat. Die ga ik nu uitzetten voordat die straks weer begint en ik weer niet weg kan. Oh, mag die niet uit. Uit. Dit is Michel en dit is IJzer van LPTPR, het PR-bureau van de North Face. En daar ga ik straks mee naar Italië vliegen. We hebben een klein beetje vertraging. Volgens mij hebben we 15 minuten. Ja, ja. Nog steeds? Nog steeds. De hele trip loopt meteen al in het water. We zijn in Italië, in Cortina d'Ampezzo om precies te zijn. Ik heb net onderweg geleerd dat in 1956 hier de Winter Olympische Spelen waren. En we zijn nu in Hotel Gran Savoia, volgens mij. Let me check. Grand Hotel Savoia. En het is hier super mooi. Ik zal even een kleine roomtour doen. Het is bureautje, bed, tv en badkamer. Hoe zou het licht aangaan? Oké, dat helpt. Badkamer. Hola. Oh nee, ciao. Wat is dit? Oh. Een heerlijk bad. Dat kan ik morgen na de trail denk ik wel gebruiken. Toiletje. Bagno. Spiegels. Ze hebben genoeg spiegels hier. Nog meer spiegels. Ik denk dat ik het hier wel 2 nachten uit kan houden. Heb ik mooi uitzicht. We'll see, we'll see, we'll see. Not bad. A room with a view. En nu heb ik nog precies 5 minuten om me klaar te maken voor pizza. Oké, outfit of the afternoon. Rokje en topje zijn allebei van Zara, wel uit 2016. En mijn oudste stensmis. En mijn Gucci tas. En nu naar beneden, pizza. Change of plan, we hebben pasta. Pizza komt straks nog. Pasta was super lekker, we gaan even een rondje door het dorp lopen. Het is warm. Maar goed, is het in Nederland ook. Oké, kun je dat even herhalen? Cortina d'Ampezzo. Perfetto. Prego, prego. Gelato. En de finish line, right? Yeah. Daar is de start. Ik hoop dat het morgen iets minder warm is, want het is nu... Zo, GPS. Het is nu 27 graden. Het is vrij warm. We gaan die berg op morgen. Maar hoe dan? Precies, hoe dan? Hoe dan? Ja, we'll see. IJs, ik word niet echt geruster op na het zien van deze berg. Jij wel? Nee. Dus je eerste trail, hè? Eerste trail. Ja, goed getraind toch ook? Net zo goed als jij. Nou, jij tenminste nog squats gedaan. Ik doe nog even wat voorbereidingen. Dan heb je morgen heb je helemaal last. Oké. Ice cream? Kijk dan hoe cool ons hotel eruit ziet van buiten ook. Volgens mij is dit het mooiste hotel van het dorp. Het Grand Hotel Savoia. Oké, ik heb slechtere werkplekken in mijn leven gehad. Hier zo. Afro Spritz. Koolhydraten stapelen. Ja. Collega's. Collega's, yay! Uitzicht. Ja, ik heb niks te klagen.
staat daar iemand die echt ontzettend geïnspireerd is door mij en mijn vlog. Die nu ook aan het vloggen is. Oh, dit was de flits ergens anders. Shit, hé. Oh, ik zat er zo klaar voor. Kom op met die donder. Ik heb de zonnebril niet echt meer nodig, maar panda eyes. Oké, klaar met werken voor vandaag. Tijd voor de spa. Het ziet er redelijk goed uit volgens mij. Daar is een jacuzzi en dit is gewoon een zwembad. En hier is een chillruimte. Ze hebben hier allemaal sauna's waar nu niemand in zit. Anders had ik natuurlijk niet gefilmd. Hey, Anne is opeens de laatste merel. Strikes again. Ja, ze staan bij het al te wachten. Ik ben een vrouw. Ik heb iets langer nodig. Oké, ik heb inmiddels meer informatie. Zien jullie dat topje daar? Ik ga even inzoomen naar 20 keer. Dus het gaat nu heel erg Ik ga even stilstaan. Zien jullie dat? Dat is het halfway point. Love it! Rexy, dat is niet waar wij naartoe gaan. Het is voor een andere afstand. Phew. Straks beginnen met de appetizer. Helaas eet ik geen kaas, maar ik lust het wel. Dat denk ik ook wel. Ik weet niet echt wat het is. Oh mijn god, mensen, dit voorspelt niet heel veel goed. It's not good. Daarnaast heb ik op dit moment alleen dit jurkje aan. Ik ben inmiddels weer terug in het hotel. Eten was super lekker. Het is inmiddels 10:30. Ik denk dat ik deze video ga editen. En dan lekker ga slapen in dit heerlijke hotelbedje. Althans, ik denk dat het een lekker bedje is. Anyway, dat ga ik doen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. En morgen ga ik, als het goed is, de Cortina Skyways doen.